Vroeger was er alleen water. Maar nu is het later. Er is veel gekomen. Zoals natuur en bomen. Voor vele mensen dromen. Dat er nieuwe dingen komen. Jong, oud, samen of alleen. Dronten is de plek voor iedereen. En als je denkt dat ik er niet mee, ga er dan maar eens heen. Dit najaar vroeg de gemeente aan haar inwoners hoe zij naar Dronten kijken. Wat is typerend voor Dronten en voor de mensen die er wonen? Leerlingen van 11 basisscholen maakten kunstwerken. Deze zijn momenteel te zien tijdens een tentoonstelling in het gemeentehuis. Wethouder Roelof Siepel reikte gisteren de bijbehorende prijzen uit. Dames en heren, de eerste prijs in deze categorie is voor Babette en Isabel. Een beetje kijken, we moesten woordweb maken, allemaal dingetjes over Dronten en wat we ervan vinden en hebben uiteindelijk zo'n tekst aan elkaar geplakt en uit het verleden en het heden allemaal, dus dat was een beetje ons idee. Dronten is heel erg groen, in de mei staat een bloem, er zijn ook heel veel mensen. Die vervullen hier hun wensen. Dronten is erg fijn. Je kan hier jezelf zijn. Er zegt iemand een spreuk. Dronten is heel erg leuk. Je ligt in de wei. En je bent heel erg blij. Je voelt je heel erg thuis. Vooral in je eigen huis. De bloemen staan te bloeien. In de wei staan heel veel koeien. De koeien staan te loeien. Het kalfje is aan het groeien. We zijn aan het rijmen. Maar hier is het einde. Moesten jullie een gedicht maken of een rap? Of mocht het ook iets anders zijn? Het moest een gedicht of een rap zijn. En zijn jullie er lang mee bezig geweest? Niet heel lang. Ik zit hier nu met vrienden te hangen op het plein. We praten over later, we vinden dat heel fijn. Wat wordt dan mijn huis? Wat wordt dan mijn thuis? Staat het onder water of loopt het leven met gaten? En wat vind je ervan dat je gewonnen hebt? Ik vind het echt heel leuk. Ja, ik vind het wel bijzonder eigenlijk. En wat vind jij ervan? Ja, ik had het eerst niet verwacht, maar uiteindelijk was ik eigenlijk heel blij wel. Dronten is waar we wonen, met veel natuur en bomen. Het is een rustig, maar soms ook feest. Ik ben al vaak naar de meervaldagen geweest. Dus veel sport aan beweging, geen tekort. Bij voetbal heb je een doel en dat is heel cool. Op deze plek staat ons huis, daar voelen we ons thuis. Want het moest over Dronten gaan. En wat vinden jullie van Dronten? Ja, eigenlijk gewoon, het voelt als thuis. En ja, dat is het leuke eraan. En jij? Nou, ik vind het gewoon een fijne plek in het algemeen. Overal is het wel iets leuks. Ik vind het echt leuk, overal. En wat is dan het allerleukste aan Dronten? De hockey. Wat vind jij het allerleukste? Dat er heel veel sporten zijn en dat iedereen ook gewoon hartstikke aardig is. Wat is er bijzonder vandaag dan? Ja. Ik ben jarig. Thank you.